de houtkanten, de knotwilgen en alle andere landschapselementen in Zemst, die hebben een hoge natuurwaarde. Maar ook voor de landbouw en voor recreatie hebben ze een hoge waarde. En we merkten dat die elementen niet beheerd werden of achterstallig beheer kenden. En met het loketonderhoud buitengebied willen we daar een antwoord op geven. En willen we er eigenlijk voor zorgen dat er in het landschap een duurzaam beheer komt. We hebben dat gedaan door samen te werken met de gemeente en de landbouwers en de natuursector. We hebben samen een landschapsvisie ontwikkeld en die zijn we nu ook samen aan het uitwerken. Door alle beheerwerken die er zijn, het knotten, het snoeien, het afzetten van de houtkanten, door al die werken te verzamelen en die grootschaliger aan te pakken, kunnen we ervoor zorgen dat de beschikbare middelen op meer zaken kunnen ingezet worden. Dus door samen te werken, creëren we een beter beheerd en duurzamer landschap in Zemst. Als gemeente tussen twee grote steden zijn we eigenlijk heel blij dat we nog zo landelijk kunnen zijn. En zijn we ook heel erg trots dat we in dat landschap heel veel kleine landschapselementen hebben. Het is ook daarom dat we dit project zo genegen zijn en blij zijn dat dat er is. Want via een aantal subsidies ondersteunen wij dit project. En op die manier kunnen particulieren, landbouwers of ook natuurverenigingen beroep doen op die middelen en op de expertise die in dit project zitten. We hebben hier in Zemst drie landbouwers opgeleid om houtkanten en knotbomen op een goede manier te gaan onderhouden. En die landbouwers hebben ook een velkop ter beschikking die we met werkers in aanneming hebben aangekocht. Dat is eigenlijk een grote knipschaar waar we die knotbomen snel en efficiënt mee kunnen gaan afzetten op een veilige manier eigenlijk. En het is daarom dat we hier in Zemst de landbouwers aan de keuze hebben dat ze ofwel hun houtkanten zelf gaan beheren of het werk uitbesteden aan de drie collega landbouwers die het op een snelle en efficiënte manier kunnen gaan uitvoeren. De meerwaarde is dat kleine landschapselementen sinds enige jaren al sterk verwaarloosd zijn. We hebben daar nooit weinig oog voor gehad vanuit economisch oogpunt. En de dag van vandaag hebben we een manier gevonden om eigenlijk het economisch rendement te kunnen verhogen, zijnde machinaal beheer van houtkanten. En in het kader van ruimtelijke efficiëntie is het beter dat ze hun plaats behouden, dat ze niet storen in ons akkerland of in ons weiland, waar we met tractoren doorrijden. En als je dat laat groeien, ja, de den duur tikt dat tegen de spiegels of hangt het helemaal over of belemmert dat eigenlijk de groei van je gewassen. Met de LOB te stappen hebben we eigenlijk een manier gevonden om een win-win situatie te creëren. De kracht van ProNatura denk ik dat vooral is dat wij veel mankracht hebben. Wij hebben hier al meer dan 20 jaar ervaring ook ondertussen. Wij zijn iets minder sterk met grote machines, maar wij gaan wel veel mensen kunnen aan het werk zetten op een efficiënte manier. We doen hier ook het bermbeheer. Wij doen ook wat nazorg. Wij kunnen bijplanten, wij kunnen snoeien waar dat nodig is en wij kunnen zelf inschatten waar dat meest nuttig is om te werken. ProNatura gaat hier proberen het urenpakket dat we ter beschikking krijgen zo efficiënt mogelijk en gezond verstand uit te voeren om de biodiversiteit in de gemeente te verhogen.